Wij openen dit jaar met de tentoonstelling Museum Bussemakerhuis komt uit de kast. Dat is een kledingtentoonstelling met kleding ongeveer van 1750 tot aan 1950. En alles wat te zien is, is uit eigen collectie. We zijn ontzettend blij dat we dit kunnen doen. We zijn hier ruim 8 maanden mee bezig geweest, maar juist in het kader van het Twentse Textiel Festival wilden we een heel eigen tentoonstelling neerzetten. Deze kleding is natuurlijk, wat ik al zei, speciaal uit de kast gehaald. We hadden heel erg gehoopt op 20 januari hier ook mee te mogen openen. Dat is niet gelukt, dus we hebben nu nieuwe data en deze expositie blijft sowieso tot eind juni staan. En daarna gaat alles weer in zuurvrij papier, gaat in grote dozen en wordt op onze depotzolder opgeslagen. En dat oppakken zal echt nog wel een week of twee in beslag nemen, want dat is echt heel secuur en heel veel werk. Zo snel wij open mogen, zijn wij er klaar voor in ieder geval. En we hebben dus de tentoonstellingsperiode al verlengd. Origineel zou die tot 10 april zijn. Dat wordt dus tot eind van deze zomer. En daarna gaan we een fantastische lingerie tentoonstelling inrichten. Die blijft dan tot aan november staan. En dan in december is de laatste tentoonstelling. Dus eigenlijk hebben wij alles een beetje opgeschoven. Binnen het Rode Draad is het Bussemakerhuis. Heeft een heleboel activiteiten georganiseerd. Zo beginnen wij met een heel groot project voor alle basisscholen in Borne. Die hebben de afgelopen weken kleurplaten van textielpanden ingekleurd. En daarna hebben we eigenlijk het hele jaar door een programma. Iedere paar weken hebben we iets nieuws. Daarbij werken we heel veel samen met veel van de andere culturele partijen en partners van het textielcollectief hier in Borne. Wat hebben we een gave initiatieven, evenementen, activiteiten op de agenda staan en dat we Borne nu echt op de kaart zetten. Prachtig om te zien hoe we de historie beter in beeld gaan brengen, dat mensen alles kunnen lezen, goede verhalen, rechte verhalen. Dat we allemaal goed kennis maken met de geschiedenis van Borne, want dit inspireert, we informeren, we brengen mensen op de hoogte en alles verbinden we aan elkaar met de rode draad. Heb je nou deze verhalen aangehoord en denk je, ik wil daarbij zijn. Ik heb ook nog een leuk initiatief, een activiteit, een workshop of iets met textiel. Laat het ons dan weten via Borns Textiel. Textielcollectief@gmail.com. Voor de draad ermee.